Wolf. Wolf, luister nou. Ga weg. Wolf! Ik dacht dat je mijn vriend was. Al jouw geheimen moet ik bewaren, maar dit geheim voor mij dat verraad je. Maar Wolf, wat moest ik dan? Dit plekje is een rustplaats van mijn vader en moeder. Maar daar is zigeuners. Als de schout ze vindt, dan draait hij ze de nek om. 1000 plekjes om ze te verstoppen. 1000. Jij kiest deze plek. Je bent een verraad. Waar moest ik ze dan naartoe brengen, Wolf? Denk alleen maar aan jezelf. Wolf! Van Gaal zocht je daarnet. Hij was woedend. Ik ben net beneden geweest. Oh ja? Nou, als ze straks terugkomt, dan zwaait er wat, zei hij. Hij moest eerst naar de Kunnunnik. Onmogelijk. Ze staan al 4 voet uit elkaar. Nog verder en de mijn stort in. Onzin. Ik heb dat laten uitrekenen. We zijn veel te kwistig met hout. Die stutten gaan 5 voet uit elkaar en geen duim minder. Dat is gevaarlijk. Het is een bevel van Gaal. Je kunt ook een andere mijn zoeken. Alle mijnen in de omgeving zijn eigendom van het klooster. Precies. 5 voet. Is dat besteld? Ja. We zitten op de spring in gang 4. Nou, dan zullen we toch op Van Gaal moeten wachten. Wachten? Dan zul je me horen, Van Gaal. Zo, hout! Dat is wel het laatste wat ik kan gebruiken. Hout! Wie heeft dat besteld? Hé, hey, leef maar. Dat is hier. We hebben het hart nodig ook. Kan me niet schelen, weg ermee. Het is al betaald, man. Kan me niet schelen, weg ermee onmiddellijk. En vanaf nu komen die stutten 5 voet uit elkaar, begrepen? Wat jullie gaan doen is gevaarlijk. Ik moet jullie waarschuwen. Wie meedoet, doet mee. En wie bang is, kan nu beter weggaan. Ik ben je man. Ik ook. En ik. Ja, ik ook. En iedereen doet mee. In Frankrijk zijn we ook in opstand gekomen. Dat heeft offers gekost. Maar daar hebben ze nou wel meer loon. Kortere werkdagen. Meer hout voor de stutten. Wanneer beginnen we? Morgen. Mooi. Iedereen weet wat hij moet doen? En als Strootzee komt? Alleen in uiterste nood. Freekje, ik moet even weg, maar Van Gaal mag het niet weten. Kun je zeggen dat ik in een andere gang ben als je het vraagt? Het heeft geen zin, Riek. We zullen binnen. Je kunt niet winnen van de kerk. In Frankrijk is het ook gelukt. Van de schout hebben we ook nooit gewonnen. We moeten berusten. Wolf? Wolf? Ze zullen wel ronden hebben. Wolf, heb bij elkaar geroofd dat ik kon vinden. Van die zigeuners.
Ze zijn echt nergens anders veilig. Zullen we het ze gaan brengen? Dit klopt. Ja. Ik heb een nieuwe teller in dienst. Goed, je kunt gaan. Heer Schout, hebt u die zigeuners de streek uit kunnen jagen? Jawel. En waar zijn ze nu heen? Weg, eerwaarde. Dus van die zwarte kapitein en zijn duivels zullen wij geen last meer hebben? Nee, absoluut niet. Goed, zo mag ik het horen. Kussen en Martin. Kussen. Dankjewel, Martin. Mij moet je niet bedanken. Hem. Dankjewel, Wolf. Kijk je somber. Er hangt nog veel gevaar om je heen. Ik kan het niet wegnemen, alleen maar zien. Nu zijn die voorlopig veilig. Maak je maar over mij geen zorgen. Ik red me wel. Wat is dat voor groen spul op jullie vingers? Het spul waarmee de zwarte kapitein groene rook maakt. Het gaat er echt niet af. Vreemd. Hij is zijn ouders kwijt. Nee, niet kwijt. In zijn hoofd zijn ze er nog altijd. Toch ben ik er niet gerust op wat die wapens betreft. We zullen ze niet gebruiken, alleen in geval dat. Welk geval? Als er geweld tegen ons gebruikt wordt. Maar er zijn kinderen in de mijn. Daar moet iemand voor zorgen. Martin zou dat kunnen. We zullen zien hoe we dat regelen. Hoe is dat in Frankrijk gegaan? De kinderen waren niet beneden. Wij hadden na 3 dagen niks meer te eten. Toch bleven we zitten. Er was ook geen licht meer. Als iemand dan gek van honger of dorst of duisternis naar buiten rende, dan stonden daar de rakkers klaar. Moesten wel. Ik ben bang dat een vrij land alleen met bloed kan worden gekocht. Als je niet mee wilt doen, dan blijf je thuis. Dan zeg ik dat je ziek bent. Ik ben niet ziek. Vader, het is levensgevaarlijk morgen in de mijn. Het is elke dag gevaarlijk in de mijn. We komen in opstand. Je bent je leven niet zeker. En jij houdt je kop tegen Van Gaal. Voor jou 10 anderen. Betere stutten, kortere dagen en meer loon. Dat is het waard. Ik doe niet mee. Als je dat maar weet. Wat is er toch? Martin! Gaat ook de Kirchhoffs halen, vlug! Dokter! Snel een dokter, mijn zusje! Dokter! Lotteke gaat dood! Tee mijn spullen, kom. Ik heb warm water nodig, vlug.
zo, meisje. Drink maar, dat is goed voor je. Nog. Ja. Is het thee? Nee, ons kruidendrankje. Digitaal is. Dan word je weer wat rustiger van. Dan bonst je hart wat minder. Beter? Goddank. Je bent van God gezonden. Ja, ze haalt het wel. Maar dat scheelde niet veel. We waren maar net op tijd deze keer. En hoe kan ik u bedanken? Ik heb nu geen geld om u te betalen. Ja, die betaling die komt nog wel. U hebt het ook. Groene handen. Oh ja, het gaat vanzelf weg. Een paar dagen. U bent de zwarte kapitein, toch? Ja, Martin. Waarom? Het is een lang verhaal. De bokkenrijders hebben toch een verbond met de duivel? Het lijkt alleen maar zo. Bokkenrijders. Strijden voor de armen. Boeren, mijnwerkers. Net als de pastoor. Ja. Maar die hebben ze toch geofferd aan de duivel? Hoe kom je daar nou bij? Wie heeft die onzin verteld? Kan jij een geheim bewaren? Tuurlijk. Kom dan maar eens mee. Ik zal je eens wat laten zien. Maar je krijgt wel. Eerst een doek voor je ogen. Ben je bang? Ik niet. Onze kleine gauwdief. U leeft nog. Godzijdank. Maar ik moet me verbergen sinds de zwarte kapitein mij gered heeft. Ik heb het goud nog niet teruggegeven aan de boeren. En Lotteke is ook nog niet naar de Witte Berg. Blij zegt dat ik geduld moet hebben. Ja, ik weet het. Eerst moeten nog andere zaken geregeld worden. Bent u ook een bokkenrijder? Een beetje. Maar dat verbond met de duivel dan? Dat is alleen bij wijze van spreken. Je vertrouwt mij toch wel? Ik heb de zigeuners en meneer Pastoor gered. En heeft Lotteke beter gemaakt? Nog niet helemaal beter. Maar dat doet dokter Kirchhoffs. Niet de zwarte kapitein. Hij is te laat. Volgens mij komt hij deze keer niet. Hij komt wel. Dat zeg jij. De bokrijders strijden tegen de schout. De kanunnik, de hoge heren, de keizerin van Oostenrijk. Tegen de veel te hoge belastingen, de pacht, de uitbuiting in de mijnen. Zoveel? Ja. Ja, en misschien kun jij ons helpen in de mijnen. Wil je dat? Ja, wat moet ik doen? Neem de kinderen onder je hoede. Er komt een opstand. Dat weet ik. Trik komt ook. Kun jij alle kinderen verzamelen en achter de houtloods verstoppen? Wanneer? Op een teken van Howley. Beloofd. Kom,
Ik moet je nu naar huis brengen, Bokrijder. Het is laat. En ik moet nog weg. Konden we maar wat doen? Je kan niet tegen stil zitten. Ja. Laten we gewoon zelf uitrijden. Ja! Ja, maar in de sprake van! Hoi! We wachten op de zwarte kapitein. Ik ga slapen. Ja, zou ik maar doen, ja. Je bent laat. Driek wil dat ik morgen thuis blijf. Wat vind jij? Als jij vindt dat je bij je zoons moet zijn, dan heb je mijn zegen. Ik weet het niet. Hé, hey, stop! Stop! Atayo! Weg de masker! Weg! Weg die wapens! Stop bij mij! Weg die wapens! Weg de masker! Weg! Houd erop! Daar is die! Bokrijders, vanavond hebben jullie op me moeten wachten. Maar ik heb goed nieuws. We gaan weer op pad. Maar niet vanavond. Onze taak zal heel moeilijk zijn. En erg belangrijk. Luister goed. Waar is Martin? Die is bij de schapen. Ja. Hey, kom, we moeten naar de mijn, jongen. Jij niet, vader. Waar jullie gaan, ga ik ook. Nou, weet je het echt zeker? Ja, hij had dezelfde groene vlekken. En ik heb het hem gevraagd. Ja, maar dat kan niet. Dr. Kirchhoffs en de zwarte kapitein waren allebei toen de Bokrijders werden opgehangen. En toch is het zo, het is niet zomaar een man. Hij heeft Lotke gered. En de pastoor en de zigeuners. En hij heeft me iets laten zien. Maar dat mag ik niet vertellen. Ah, mij toch wel. Hij heeft me bij de pastoor gebracht. Nee, echt? Martien! Een beetje een rare dag vandaag. Straks krijgen we een teken. Gaan alle kinderen naar gang 11. Wat? Dat merk je wel. Let op mij. De rest krijgt een teken van Driek of wat van gasten. 5 voet. Onthoud het nou eens, man. 1, 2, 3, 4, 5. Je kan er wel de 5 tellen. Naar beneden nu. Waar staan jullie dan nog? Is het kerst?
Driekje! Kom nou! Ja, wat? Verdomme, een instorting! We moeten eruit! Moeten ze helpen? Oh.